Nou, het is soms best nog even een dingetje om aan het aantal centimeters in te schatten van joh, hoeveel kan er dan in? Dus ik ga ze gewoon even vergroten, laten zien. Dit is die wortelsloofhiederbak. Als je het vergelijkt met de i-trays, valt die daarin, is die ook wat smaller. Qua hoogte een beetje vergelijkbaar. De ronde i-trays die zijn wat groter, of tenminste wat hoger. Dus er kunnen ook voor grote honden hele maaltijden in. Als je bijvoorbeeld de mandala gaat bekijken, dan kan misschien voor grote hond en de weightingbox, dus ook zo'n harde i-tray, kan daar niet helemaal een volledige maaltijd misschien in. Dus dan geef je het meer als tussendoortje. Maar in deze en de Wave en de Great Outdoors, die ronde i-trays, daar kan dus veel in. Dan, nou ja, die likmat laat ik zo even zien. Deze Slow Feeder Plate, die is echt het allergrootste en breedste ook. Alles wel trouwens met de anti-slip onderkantjes. Dus schuift het niet door je hele kamer heen. Dat heb je natuurlijk met deze wel wat meer. Die zijn gewoon glad. Nou, dan even de formaten van de likmatten. Niet dat het dus mee of tegenvalt als je iets bestelt. Dit is de i-mat van het surf. Kijk, ik zal even een beetje optillen. Dan kun je het surfbordje eronder zien. Het water, de zon. Nou, strand, helemaal leuk. Maar het is best wel een kleine. Dus dat is, als je een kleine hond hebt en je denkt, dat moet ik nou met zo'n lel van een likmat. Dan is het een heel handig formaatje. Hè? Heel veel verschillende vormpjes. En gewoon klein. En als je hem voor een grote hond alleen als tussendoortje gebruikt, is hij natuurlijk ook handig. De Tree of Life. Ja, je had wat van die ronden van hun, die zijn wat kleiner. Maar deze is dus eigenlijk wel hetzelfde formaat als de Ligmat Buddy, alleen dan afgerond. Dan heb je een beetje idee ervan. Ik vind inderdaad die vogeltjes in de boom heel leuk. En dan gewoon de Ligmat Buddy. Dit is dan de small. Dus dan heb je een beetje een idee qua indicatie ja, hoe groot of hoe klein het is. En dat helpt je misschien bij het maken van je keuze. En op de vraag van hoeveel gram eten kan erin, dat is heel lastig te zeggen. Omdat ja, vlees met veel vocht, dat weegt weer anders dan brok. Geperste brok is vaak weer wat zwaarder dan geëxtrudeerde brok. Dus om te zeggen zoveel gram eten kan erin is lastig. Maar ja, dan heb je nu een beetje inzicht in de formaten en de centimeters staan er bij je op de site.